Wat er vooraf ging in The Evil Within. Kom hier, onzichtbare man. Yeah! Motherfucker! Motherfucker! Het is iemand die schiet en het wordt die gozer. Hij wil dat we iets gaan ontdekken hier. Klinkt heel vrolijk en we gaan gewoon lekker verder. Wat is dit? Een prachtig brein hier. Oh! Oké, dat scheelt. Nou, schitterend, een mooie stoel ook. Oké, dat betekent dat er 3 sporen bloed zijn gevormd naar een kamer. En die kamer is heel donker. Toch geen zombie, toch geen monster wordt het, hè? En ik hoor van die enge geluidjes. En oh, het gaat me zien! Het gaat me zien! Jozef! Kom maar, jongens. Verbrand maar in hel. En ik hoop dat er heel veel verbranden. Oh, Jozef schiet het dood! Jozef, het zijn er 2! Het lijkt net alsof de Lotto erachter zit, weet je wel? Kaston zit daar. Goedemiddag, postcode loterij. Het knippert helemaal rood. En het is helemaal opgemaakt, die deur. Ik hoop niet dat die ontploft. Je weet het in ieder geval. Within is alles mogelijk. Oké. Waarom gaat hij voorop? Waarom is het zo duister en waarom hoor ik geen muziek en sound effects en ambiance? Ambiance. Oh, nee! Nee, niet dat man. Oh, niet hij. Alsjeblieft, Jozef. Nee, echt? Nee, Jozef! Alsjeblieft, word normaal. Alsjeblieft, Jozef. Is die normaal? Jozef, word normaal, alsjeblieft. Echt waar, ik hoop. Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. Ja, er is ook iets mis met de persoon zelf, niet alleen maar met de plaats. Badkuipen. Hij loopt ook weer te kotsen, die gozer. Die is echt ziek. Ik kan hem gewoon keihard voor zijn kop knallen, maar ik heb hem nodig, weet je. Wanneer de tijd rijp is, zal ik hem vermoorden. Alhoewel, ik hoop niet dat we Jozef moeten vermoorden, want het is nou wel een grote maat geworden. Dat begrijpen jullie ook wel. Jesus, wat is dit een grote ladder. Kunnen we beter de game Ladder 49 noemen? Oh, dat is een film al. Oh my. Wat hebben we hier? Een lichte kamer. Dat is iets waar ik altijd al aan gehoopt heb eigenlijk. Gewoon 2 deuren. En dit vind ik ook fijn, want dit zijn explosive bolts. En hier, wat kunnen we hierin krijgen? Weer kooltjes. Dat is ook heel erg fijn. En torches. Ook heel erg fijn. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Er mag nu al een hele grote monsterbaas komen. Had ik dat maar niet gezegd, want dadelijk gebeurt het ook. Muziek van een spiegel. Hoor je het? Dit is duidelijk de muziek van een spiegel. Kijk, daar is die. Jozef, ik kom zo bij je terug. Ik ga even wat upgraden. Zo, we zitten weer in het hospitaal zitten we er weer in. En ik ga even mijn sleutel verbratsen. Zal ik het even opslaan? Want ik kan altijd even load game doen als ik een keuze heb gemaakt voor iets verkeerds. Ik kan me niet voorstellen dat je iets verkeerde keuze kan maken, maar bijvoorbeeld waar de sleutels in passen, alle kluizen, daar moeten wij dus eentje van kiezen en ik hoop dat het eigenlijk het leven wordt. Kijk, we kunnen al die kluizen openen zoals je ziet, maar we kunnen ook de onder een keer wat openen. Laat ik hier gewoon de onderste een keer openen. Wat zit er? Brain points! 5000 brain points! Ja, ik vind het op zich wel netjes. We gaan er gewoon voor. Ja. Serieus? Sluit die als je zoveel kogels hebt gehaald? Oké, oneindig kogels is dus... mijn droom is niet uitgekomen helaas. Het zijn dus geen oneindig kogeltjes die je kan pakken. Shit! Dus we moeten nou hele slimme keuzes gaan maken. Ik heb allemaal shotgun kogeltjes gepakt. En het is zo'n sterk wapen, mensen. Het is zo verschrikkelijk fijn. Nu moeten wij waarschijnlijk de pistool gaan upgraden. Maar we kunnen ook meer gaan upgraden met 14.000 brainpunten. Dat is echt veel. Oké. We gaan kijken, wat kunnen we doen? We kunnen het leven omhoog gooien, maar aangezien we nooit echt helemaal vol zitten met het leven, heeft denk ik geen nut. Maar als ik kijk naar Scenery Recovery, dan ga ik die sowieso
upgraden, want dan krijgen we meer leven erbij. Dus die moet ik... Sorry mensen, ik moet die gewoon upgraden. Het kan niet anders. Weapons. We hebben meer critical... Ja, dit moet ook omhoog. Ik ga het erbij kopen, critical punten. Mijn pistool wordt nu wat sterker. Maximum sprint time. Ja, sowieso. Sorry mensen, echt. Dat sprinten... Ik zit zo vaak vast in de game... Dat ik gewoon niet verder kan sprinten. Dit moet ik gewoon erbij kopen. Ik ben gewoon een soort van verplicht nu. En met 800 brainpunten, niet zoveel, maar wel in ieder geval wat, ga ik het spel opslaan. Dag mevrouw, ik kom een spel opslaan, dat mag. Dat kost u niks. U moet zich gewoon registreren in het boekje, dank u wel mevrouw. Serieus, 5000, wat hadden we? We hadden meer zelfs, we hadden meer brainpoints. Het waren er echt heel veel. Waar is onze groot vriend? Daar is die, oké. We houden hem in de gaten. Kunnen we nog dit... Ah, we kunnen dit oppakken, tuurlijk. Zo. Ben je bereid om te sterven? Is mijn leven goed? Is mijn leven goed? We gaan eens gewoon even kijken. Mijn leven is bijna helemaal vol, hè? En ik heb twee van die dingen over. Ach, we maken het ook uit. We gaan naar de baas. Dit is sowieso een plek voor een baas. Holy crap. Kidman! Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. It's much more elaborate. Oh shit, shit, shit. Moeten we keuzes gaan maken? Dat meen je niet. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you'd better get down here. Hold on, I'm coming. Moment, moment. Moment, jongens. Let op, let op. Op zijn lijf! Bats, jongen! Huppakee! Kom maar! Komt u maar! Oh, die is gestoord, die gozer! Oh. Nee! Dood jij, motherfucker! Die! Nee! Laat me vermoorden! Oh, dit is heel moeilijk, jongens. Dit is heel moeilijk. Het is goed dat ik mezelf heb geüpgraded. Oh, jongens, dit is niet te doen. Oh, ik ben dood. Jezus, wat een moeilijke game! Oh... Oké, ik ga het me halen. Ik ga het halen. Ik heb gewoon nu het gevoel. Vincent gaat halen. Een positief gevoel. Let op. Hoppakee! En loop maar door deze val heen. Loop maar door deze val heen. En kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. Waar is de punt? Maakt niet uit. We hebben de twee dood. Nee, maar we lopen tegen die vrouw op. Want ze is helemaal niet knap en zo. Bot. Schiet hem in je bot. Nee! Wat doe ik? Ik ben een soort van niet goed bezig. Oh. Wacht even. Naar boven. Ja, dan staat hij goed, oké. Okay. En dan equip. Use. Nee, niet nu usen. Niet nu usen, want er komt iemand op je af. Maar dan hebben we al goed gevaar. Kijk eens, die schiet er gewoon voor zijn grafkop. Dus dat kan toch niet? Oh, ze hebben echt explosie. Ze hebben. Serieus! Ik moet nou gewoon mijn shotgun kogels gaan gebruiken, mensen. Het kan gewoon niet anders. Oh, ik vind het zo pittig. Alsjeblieft, laat het ophouden. Waar moet ik heen? Is er nog één zo'n aap? Ja, er loopt er nog één boven, hè? Ja, want hij schiet erop. Jozef, is die dood? Jozef? Wie heeft de dynamite? Oh, die heeft dynamite. Komt u maar, huppakee! Ontplof maar. Alsjeblieft, ontplof. Een dynamiet hoort al lang te ontploffen. Goed zo.
Ik hoop het. Is that it? Ik hoop het. I think there's still something nearby. Meen je dit? More of them on the move. Oh shit, meen je dit? Don't be a hero, back off. Zoveel mensen! Schiet ze neer! Het zijn gestoorde mensen met een hoofdmasker op! Oh shit! Nee! Verlaat me niet, aap! Alsjeblieft! Dit is een hele grote troll en die gaat me vermoorden! Ik schiet een stuk van zijn hoofd eraf! En hij leeft nog door! Hij leeft nog door natuurlijk, logisch! Dat hoef ik ook niet gek te vinden! Oh shit, hé! Moet ik hem verbranden? Ik moet hem verbranden, want die gozer leeft door. Hij ademt nog steeds, zoals je ziet. En nou die andere aap. Hij heeft een masker op. Je moet serieus stukjes van zijn masker afschieten. Help me, jongens. We hebben geen kans voor die. Waarom pak ik ze op dan? Waar zit hij? Oh, daar, beneden. Is hij dood? Hij is niet dood. Ik moet hem verbranden. Snel, Vince. Ja. Burn, baby! Watch out! They've got dynamite! Over hier! Ja! Wegwezen! Er twee met dynamiet! Er zijn er twee! Schiet! Nee! Yes! Houd dit op! Alsjeblieft, hou het op! Alsjeblieft, laat het stoppen! Ja, Kit, ik weet dat hij help nodig hebt, maar hoe? Oh. Wat moet ik doen? Richt dat ding niet open, dan kom je nu pas heen. Ja, het is een control, ik weet het. Running out of time. Ik weet. Ja, daar was ik al achter. Daarom liep ik ook eerder al naar achter toe. Oh shit, dan moet ik echt gewoon snelheid gaan maken, want zij gaat verdrinken. Oké. Hebben we pistoolwapens? We hebben shotgun kogels, alsjeblieft, godzijdank. We need to move. Okay. Is het rustig? Moeten we hierheen? Nee, daar. Alsjeblieft, die mensen zijn gestoord. Als ik verkeerd schiet, gaat daar een slot open. En als dat zo is, en dat slot gaat open, dan ben ik te lul. Want er komen heel veel van die monsters. Ik moet nou opschieten. Oh, daar moet ik erin. We need to move. Oh, jongens. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. Hoe snel doen we? Ik moet de lower op 5 zetten. Je moet goed luisteren wat hij zei. Zet hij ze goed zo? Ja? 22 on top and 5 on the bottom. Wat is 22? Oh, dan moet hij daar naartoe. Ja? En 5 op de bottom. Ja, dat is nog goed nu. Kidman's in trouble. 22 on top and 5. Oh, dat was hem. Hij moet nog een streepje rechts. Yeah! Jongens, we hebben de hele clan is weer compleet in deze game. Dankzij Vincent. Wat gaat er nu gebeuren? Oh, natuurlijk. Ja hoor. Natuurlijk. Ik had het moeten weten. Joseph Kidman. Oh jongens. Hang on, I'm coming. Nou, ik ga nog niet komen, want ik ga even mijn spulletjes verzamelen hier. Wat hebben we hier? We hebben kogeltjes. Kunnen we hier wat dingetjes vinden. We moeten alles gaan kijken wat we kunnen pakken. Een hakbel. Dat hakbijlie. Die hakbijlie vind ik echt wel heel makkelijk. Nee, daar zit niks in. Kan ik trouwens zo'n spuitje gebruiken? Huppakee. Helemaal vol in leven. Wat is hier op de grond? Wat ligt daar? Oh, dat is die hakbel. Ik wil die wel meenemen op zich. Hier ligt nog meer spulletjes. Kan je oppakken. Alles zit vol. En daar liggen ook nog kogeltjes. Even kijken. Shotgun shells, altijd goed. We hebben hier nog een kamertje die we nog niet hebben verkend. En daar liggen ook nog wat toortjes. Hebben we ook wel nodig. Voor de rest liggen er niks meer in.
Ik denk dat we nu al alles hebben gekeken. Ik kan het even onderzoeken. Oh jee, we zitten nou in een plek waar niemand ons hoort en niemand ons kent en niemand ons stoort. Op de vloer liggen een hele fles met bloed. En botten die van jou of mij kunnen zijn. Hey, een schemering. The evil within. In deze game heb ik totaal geen zin. Oké, kom maar. En ik hak je hoofd eraf. En jou ook. En als je nog één keer met me bemoeit, dan doe ik nog dingen aan. Wacht. Rustig aan. Petsakee. En Pets gaat dood. Ik zeg toch dat je dood moet gaan. Verbrand. Ik bespaar je leven, jochie. Ik kom je volgende keer wel tegen in hel. Nou ja, ik hoop niet dat ik daar naartoe gaat. Hoe hebben hun dit overleefd hier in deze grotten? En hun lopen vrolijk. Oh, dat zijn ze hier. Hier liggen ze. Hallo, mijn mensen. Lekker herrie maken met die kratten. Ja, monsters, ik ben hier. Joehoe. Ik weet niet of we shotgun of ik kogels moet gebruiken. Ik weet het niet. Ik ga mijn shotgun kogels gebruiken, denk ik. Oh, ik hoor ze schieten. Jozef! Holy crap. Holy crap, het is Jozef. Kogels en brain points. En waar we zitten weet ik niet. Hoe we hier komen weet ik niet. Nou ja, we zijn door een gat in de vloer gegaan. Hele vergadering hier. Een beetje een dode vergadering hier. Hallo dames en heren, dit is de kok met COCK en dit is mijn shotgun Fladder. En vandaag gaan we een nieuwe aflevering doen in de Evil Within. En we zijn hier bij een dode vergadering. Moet ik hier naar beneden? Meer dit nou? Kan ik niet gewoon hier die tonnetjes naar beneden schoppen en dan via de zijkant? Oh! Ik hoor wat beneden. Ik hoor het hier vandaan komen, het geluid. En waar komt het vandaan? Komt het van die kant? Ik weet het niet. Ik hoor hele enge geluiden. Zijn er monsters die leven? Zijn er monsters die leven? Die gaan zeker leven. Moment. Nog één! Hoppakee! Bekijk het maar lekker. Sebastian. Ja jongens, hallo, ik ben er weer. Hallo. En dan gaan we even... zal ik jullie helpen met dit monster? Want dit is een behoorlijk groot monster. Yeah! Kom maar jongens. Kom maar, viezerik! Ja, kom maar! Hoppakee! Moet je nou nog wat of niet? Zal ik je in de fik zetten? Voor het geval dat je weer gaat leven. Oh, wat een hoop zombies. En ik verspil mijn laatste beetje zooi. Je weet wel, om jezelf leven beter te maken. Levend spul. Ik pak wat shotgun kogeltjes. Die zombies droppen gelukkig wel dingetjes. En ik weet niet waarom zombies die kogeltjes bij hun hebben. Maar hier is wel een deur. En die wordt ontgrendeld door Jozef. Goed gedaan, Jozef. Of zit je gewoon te kijken naar een kast? Oh, het is wel een deur. Maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. Ja. We're counting on you. All right. Oh, zij gaat het doen. Mooi zo. Ik dacht, ze gaan mij weer erop afsturen om dit probleem op te lossen, maar ze laten mij shit werk doen. Mooi zo. Ze kruipt er onderdoor. Goed zo. Nou, succes, wijfie. Jesus. We hebben wel geluk dat we daar verder kunnen, anders zat er gewoon vast, zeg maar. Let's get going. Wat moeten we doen dan? Gewoon een beetje rondlopen? Nou, ja, we zullen gaan, zegt ze. Ja, dat lijkt me een verstandig idee, want die mensen hier willen ook zien hoe ik die hier wil inspelen. En als we dan een kwartier in die bunker hier lopen te schijten, dan weet ik het niet. Weer een hele donkere grot. We hebben eindelijk wel versterking van een vrouw die, zeg maar, dingetjes kan openen. Oh, we krijgen dat zooi weer. Oh, dat monster weer, meen je dit? Echt jongens, wat heeft dit te betekenen? Echt hè, weer een deur. En weer dat monster wat ons zeg maar elke keer zit te irriteren. Zo, dag mevrouw. Er staat een hele mooie pop hier. Een detective boekje. Dag mevrouw. Oeh! Oh, laat me altijd schrikken dat stomme spiegeltje. Spiegeltje aan de wand. Wie is de knapste van het land? En dan ben ik dat zeker weten. En dit betekent als we het spiegeltje hebben, dat we het spel kunnen opslaan. Even kijken. Nou, we kunnen ons leven niet omhoog doen. Maximum sprint ook niet. We kunnen eigenlijk heel weinig upgraden aangezien we niet zoveel punten hebben. Ik zou wel met damage multiplier, increase fire
power for more damage. Dat ziet er wel weer beter uit. Ik bedoel, dat hebben we nog op level 1 staan. Accuracy? Nou, daar heb ik nog niet zoveel last van. Ik denk dat wij gaan voor damage multiplier. En dan met name het pistool. En ik denk dat dit wel heel goed is, want het pistool gaan we denk ik in de toekomst meer gebruiken. Aangezien de shotgun minder kogels heeft om ons te helpen op weg. Ik moet daar wel in kunnen, want er zitten dozen daar en die kunnen we kapot schoppen. Maar ik weet niet hoe ik erin kom. Ik hoor echt hele creepy geluiden. Ze staan gewoon klaar om me te kunnen vermoorden. Moment. Rustig wachten nu. Rustig. Ja, kijk. Ze zien mij. Ja, kom maar. En doei! Yeah! That's how we do it. Waar zitten we nu in? Oh!